Ik ben mezelf, ik blijf mezelf, ik hou van mezelf. Zo. Let me do it. Hallo, ik ben Boris en je kan me ook wel kennen als Envy Peru van Drag Race Holland. En ik ben hier in Apeldoorn op bezoek bij Yildirim. En Yildirim is 15 jaar en is een van de posterboys voor de Paarse Vrijdag. Daar heb je hem al! Doe het even op de drag manier. Mwa, mwa, mwa. Hoe is het, schat? Goed met jou. Ja, goed. Wat leuk jou te ontmoeten. Ja. En wat heb jij voor een mooi boek mee? Ik heb mijn zorgboek mee. Oh, is het zorgboek mee? Mijn zorgboek. Je hebt allemaal verschillende vakken. Mm-hmm. En zorg was één van de vakken. Dus ik dacht, ja, zorg. Ik moet later zorgen. Ja, in ieder geval heb je dat in ieder geval de pocket. Maar het is niet echt iets wat je ambieert. Nee, later. Nee, dat niet. En wat is dat dan? Acteren. Dus wat wil je graag in acteren gaan doen? Wil je films doen of theater? Ik vind het lijkt me heel erg leuk om op tv te komen zelf. Dus, ja? Wil je beroemd worden? Niet echt beroemd. Ik denk, ik wil films. Lijkt me heel erg leuk. Ja. Maar ook tv-series presenteren, shows presenteren, lijkt me ook echt heel erg leuk. Oh, dus je houdt er wel van om in de spotlight te staan? Ja, in de spotlight. Ja? Ook met make-up vind ik ook echt wel leuk. Het is echt net alsof ik tegen de jonge Boris aan het praten ben. Ik wilde toen ook presenteren, acteren, make-uppen. Nou, moet je me nu zien. Ja, is toch zo leuk? Ja, toch? Ja. En waar gaan we nu naartoe? We gaan een lokaal toe waar vroeger door de vierde klassers uit de GSA werd georganiseerd. Ja? Het was een... Wel een groot groepje hoorde ik. En ja, uiteindelijk op een gegeven moment gaan we van school af. En dan wordt het, ja, het lontje wordt niet doorgegeven. Oh, helaas. Niet? Nee. Oh, dat is zo jammer. Dus nu ben ik hier weer om het goed zo op te pakken. Nou, te gek. Toch? Hier is het lokaal. Dit was vroeger het oude GSA lokaal. Ja. Yes. Nou. Kom binnen. Oh, maar kijk, de Paarse Vrijdag poster. Heel leuk. Leuk. Ja, die is nog over vandaag. Paar jaren. Oh nee, ik heb even een mondkapje weer af. Ja hoor, ik probeer nu allemaal leden een beetje bij elkaar te zoeken. Ja? Van wie komt. En lukt dat een beetje? Ja, ja, heel veel, ja. Ik zie nu steeds meer mensen die ervoor uitkomen. Ja. En dan ben ik steeds van, hey, jou wil ik. Ja. Jou wil ik in mijn groepje. Dus het wordt steeds leuker. En dan zijn we gepland hier allemaal lekker op te pimpen. Ja. En dan gaan we om dingen organiseren. Ja. Dat wordt heel gezellig. Ik vind het super leuk, want je bent natuurlijk hartstikke jong. Je bent 15 jaar. 15. En hoe is dat gekomen? Want je bent half Turks, half Nederlands. Ja. Vrij jong uit de kast gekomen ook. Hoe is dat voor jou geweest, jouw coming out? Richting mijn familie was het vrij positief. Mijn ouders. Al is op jonge leeftijd is mijn vader overleden aan longkanker. Oh, hoe oud was je toen? 13. Oh, dus 2 jaar geleden eigenlijk al, pas. Ik heb ook nooit mijn coming out kunnen vertellen aan hem. Dat was daarna? Ja. Oh. Dus dat was wel, dat vind ik nog steeds wel jammer, want ik wou het wel heel graag aan hem vertellen. Ja? Ja. Hoe denk je dat hij had gereageerd? Ik denk niet positief. Hij is er via een manier al eigenlijk achter gekomen dat ik van een jongens keek. Ja. En toen heeft hij eigenlijk tegen mij gezegd van, ik wil dat je naar meisjes gaat kijken. Oh echt? Je moet naar meisjes kijken. Ik zal je niet accepteren als je naar jongens kijkt. En dat was wel voor mij dat ik dacht van oeh, hoe zou dat geweest zijn als hij er nu nog was? Ik vraag me af, want je zit op een best wel grote school met 700 leerlingen. Ja. Hoe zijn ze hier? Bij het begin was het bij mijn vriendinnen en mijn vrienden was het heel positief. Maar buitenom de mensen die ik zelf niet kende was het vrij negatief. En het zijn heel erg twee kanten. Maar het maakt jou niet echt heel veel uit? Nee, nee. Ik ben mezelf, ik blijf mezelf, ik hou van mezelf. Goed zo. Op een gegeven moment ben ik gewoon, ik dacht, die heavy load op mijn shoulders. En je wilt het ook weten, je wilt het juist niet weten, maar je weet het gewoon. Met Envy's advies mag je me alles vragen. En dan ga ik proberen juist zo goed mogelijk te adviseren. Ik wil heel graag weten hoe je de perfecte eyeliner, echt de mooie... De mooie wing eyeliner. De mooie wing, echt de... Oh, nice. De perfecte eyeliner is altijd heel lastig. Oké, Maar zoals we kunnen zien heeft Yildirim ontzettend mooie ogen. Ja. Als je een mooie, feminine, maar ook wel een beetje stoere eyeliner wil hebben, gaan we het gewoon iets meer hier verlengen. Ja, gewoon even voor classy look. Toch? Ja, even lekker. Vind je het leuk dat ik
één kantje doe. En dat ik het even uitleg en dat jij de andere kant doet. Is goed. Nou, dat is natuurlijk heel mooi en belangrijk. Ja. Dat je gewoon zo dicht mogelijk op je wimperrand zit. Dan ga je van heel dun naar wat dikker. Oké. Okay. Heel erg leuk. En dan ga ik dat een beetje met een oogschaduw. Ga ik een beetje uitblenden. Ja, natuurlijk maak ik het helemaal af met een mascaraatje en een hele ramblam. Maar we gaan natuurlijk een beetje wat heerlijk tours. Voel jij je ook even powerful met track dan zonder track? Wat een goede vraag. Ik word helemaal geïnterviewd hier. Nee, het is natuurlijk Envy. Mijn drag persona is natuurlijk een extensie van mezelf. Zowel Boris als Envy zijn één persoon geworden. Het is heel gek om te zeggen, maar eigenlijk heeft Envy en drag heeft mij uiteindelijk man gemaakt. Nou. Ja, weet je, ik verdien er mijn geld mee. Ik weet waar ik voor sta. Ik sta sterk in mijn schoenen. Ik ben zelfverzekerd. En dat was er daarvoor gewoon net iets minder. Ja, dat is toch juist goed? Ja, als je even omhoog kijkt. De onderkant een beetje connecten met de bovenkant. En nu gaat Yildirim het natuurlijk zelf doen. Dus dit is het moment van de waarheid. Is Envy een goede lerares of niet? Een hele mooie subtiele, gewoon voor naar school, een lijnetje. We hebben hier natuurlijk een poster van 2 jaar geleden. Ja. Nou, daar kom jij natuurlijk dit jaar op te staan. Ja. Als een van de posterboys. Hoe is dat voor jou? Heel leuk. Ik vind het echt geweldig. Ik sta ervoor. Ik wil heel graag dat het over een paar jaar of de aankomende jaren dat het gewoon meer geaccepteerd wordt. En ik denk dat dit een heel grote stap is. Ja, het activisme thema van dit jaar is natuurlijk sta op. Ja. Hoe is dit voor jou? Nou, eigenlijk ja. Ik ben er eigenlijk nu al mee bezig. Eigenlijk een soort van, iedereen moet zijn wie hij wil zijn. En iedereen moet staan voor waar hij voor staat. En ik denk dat het heel belangrijk is. You already doing it, honey. Thank you, babe. Ja. Oh, Yildirim. Mijn god, wat een groot voorbeeld voor deze school. Dus wil jij ook Paarse Vrijdag bij jou op school hebben? Ga dan naar www.paarsevrijdag.nl en meld je aan.